Mijn stijl is heel erg een soort van hybride tussen wat echt is en een hele droomachtige wereld. Het is heel erg kleurrijk, het is heel erg warm en het heeft een soort van melancholische sfeer. Ik hou denk ik nog het meest van fotografie die zo sterk in sfeer is, dat je meteen in een bepaald gevoel kan plaatsen. Fotografeer ik heel graag vrouwen. Ik ben een enorme feminist, dus dat komt eigenlijk in al mijn werk terug. Vrouwelijkheid, diversiteit zijn heel erg belangrijk voor mij. En ook een soort van grens opzoeken tussen een wereld die er niet is en deze wereld. Dus er zit altijd een soort van dromerig aspect aan mijn foto's en al mijn werk eigenlijk. En dat is een beetje een soort van vertaling van hoe het in mijn hoofd er soms aan toe gaat, zeg maar. Ik ben gaan fotograferen, ik denk 4 jaar geleden. Toen ging ik visual culture doen, dat was een minor op mijn school. En ik wist na week 1 eigenlijk van, dit is de missing link voor mij. Ik vind het heel vet om bij weinig licht te fotograferen, omdat je dan zelf heel veel in de hand hebt. Dus mijn stijl draait heel erg om kleuren en heel veel kleurgebruik en dingen die je niet verwacht. En als het schemert of als het donker is, dan heb je dat veel meer in de hand. Ja, en dat vind ik heel vet. Ik probeer altijd heel veel met licht en met kleur te spelen om een soort van wereld te maken die er eigenlijk niet helemaal is. Omdat in mijn hoofd ook niet altijd alles helemaal vast staat of zo. In mijn hoofd is ook altijd alles een beetje dynamisch en abstract. En ik gebruik dat tegenwoordig graag als inspiratie gewoon voor wat ik maak. Heel vet, ja. Kan je eens dit doen? Zo. Deze arm. Mijn broertje Jeremy, hij is autistisch, hij heeft PDD-NOS. Vroeger heeft dat heel veel met mij gedaan, omdat ik ook zag hoe moeilijk hij het vond om zeg maar vriendjes te maken. Maar ook hoe hij gepest werd, omdat hij dingen wat minder goed begreep. Vind ik zo raar, omdat iemand een beetje anders is, dat mensen hem dan soort van aan de kant zetten als zin van, ik kan niks met jou. Van jou met de watermaker. Ik heb mijn broertje ook vaak nog gefotografeerd. Niet alleen omdat ik heel goed weet hoe ik met hem moet communiceren, maar ook omdat ik heel graag naar buiten wil brengen hoe bijzonder en hoe mooi hij is. Kijk eens naar mij. In mijn werk, ik vind het een soort van duty bijna, om als je eenmaal iets naar buiten kan brengen, om dan juist iets te laten zien dat er nog niet is, of juist mensen kennis laten maken met dat ze nog niet kennen. En in mijn werk uitzicht dat in echt het vieren van mensen die naar mijn mening veel te weinig gevierd en veel te weinig gezien worden. Waarom zouden we niet mensen en onderwerpen en kwesties juist laten zien aan de wereld die we nog niet zien? Ik ben nu de foto's aan het selecteren voor mijn eerste boek. Het boek maak ik samen met Florence van der Haar. Zij is journalist en zij heeft de interviews gedaan. En ik heb de 20 vrouwen gefotografeerd voor het boek. Ik heb deze 20 vrouwen op verschillende locaties gefotografeerd. En voor alle vrouwen heb ik een apart concept bedacht. En echt gelet op wat hun het mooiste weergeeft. En op een manier dat ze zichzelf willen zien. Dat ze zichzelf willen terugzien in het boek en denken van, wauw, dat ben ik, dat is vet. Vind ik heel moeilijk om te zeggen wat mijn favoriet is. Maar ik denk dat deze is. Omdat de foto zelf echt een belichaming is van mijn stijl. Het is kleurrijk, het is zonnig, het is vrolijk. En je hebt het gevoel dat je erbij wil zijn. Dat je er in die foto wil zitten. En ja, toen ze de foto zelf zag, toen was ze ook echt even stil. Van, ik zie mezelf heel erg terug in deze foto. En dat doet me heel erg goed. Ik wil dit boek heel graag maken omdat
in dit boek precies laat zien wat ik te weinig heb gezien tijdens mijn hele jeugd eigenlijk. In onze media, het is gewoon een enorm eenzijdig beeld en daar ben ik echt zo klaar mee. Dus in het boek wilde ik een gigantisch palet aan diversiteit en aan vrouwen van verschillende achtergronden wilde ik vastleggen. En ik ben blij dat ik dat mag doen.